Dit is de aarde, de planeet waarop wij leven. Maar wij zijn niet de enige. De aarde telt 8,74 miljoen soorten, waarvan meer dan 2000 soorten zichlieden. Dit is het Malawi-meer in Afrika. De vissen die hierin leven zijn buitengewoon uniek. Ze zijn zo uniek omdat ze zich razendsnel kunnen evolueren. Het zijn de zichlieden. Er zijn in korte tijd ontzettend veel soorten gevormd. Niet alleen in het Oost-Afrikaanse Malawi-meer zijn veel verschillende soorten zichlieden te vinden, maar ook in het Victoria-meer en in het Tanganyika-meer, die ook beiden in Oost-Afrika liggen. De zichlieden hebben zich op twee manieren geëvolueerd. Door allopatrische soortvorming en door sympatrische soortvorming. We gaan eerst kijken naar allopatrische soortvorming. Allopatrische soortvorming houdt in dat er verschillende soorten ontstaan door ruimtelijke scheiding. Waarschijnlijk is in het verre verleden het waterniveau in het meer gedaald. Hierdoor werden de zichliedenvissen geïsoleerd. Ze kwamen elkaar niet meer tegen. De deelpopulaties pasten zich geleidelijk aan de omstandigheden in een meertje. Hierdoor ontstonden verschillende zichliedenvormen. Pas na lange tijd steeg het waterniveau weer, maar de zichlieden waren zo veranderd dat ze niet meer met elkaar voort konden planten. Zo ontstonden er dus verschillende soorten. In het Victoriameer is volgens onderzoek echter nooit een geografische barrière geweest. Hier zijn de vissen dus geëvolueerd door sympatische soortvorming. Volgens onderzoek zijn de vrouwtjeszichlieden hier erg kieskeurig en hebben een duidelijke voorkeur voor mannetjes van dezelfde soort en met de juiste kleur. De vrouwtjes zijn zo kieskeurig omdat ze gezonde jongen willen krijgen. En dat kan alleen met een genetisch gezonde man. De mannetjes met een felle kleur zijn het meest fit van allemaal. Daarom zijn zij de eerste keus van de vrouwtjes. Dit noemen we ook wel seksuele selectie. Seksuele selectie is de selectie die plaatsvindt op grond van eigenschappen die als seksueel aantrekkelijk aanvaard worden. In dit geval dus de kleur. Maar ook de vorm van de kaken is bij de zichlieden erg belangrijk. In het diepe water zijn de zichliedenmannetjes felrood. Dit is een kleur die goed opvalt bij de vrouwtjes, omdat hun ogen erg gevoelig zijn voor die kleur. In het ondiepe water zijn de mannetjes juist blauw. En je raadt het al, hier is de kleur blauw erg gevoelig voor de vrouwtjes die daar leven. De ogen van de vissen zijn dus aangepast aan de lichtomstandigheden in hun leefomgeving. Dit is een gevolg van natuurlijke selectie. De vissen die het best aangepast zijn aan hun omgeving hebben een hogere overlevingskans. Ook ligt het aan de helderheid van het water. In troebel water vindt er geen sterke selectie plaats op eigenschappen als kleur en vorm. In helder water daarentegen wel. Kort samengevat zorgt de combinatie van seksuele selectie en natuurlijke selectie voor de vele verschillende soorten in het Victoriameer. Er zijn nog veel vragen over de evolutie van zichlieden onbeantwoord. Daarom wordt er nog steeds veel onderzoek naar gedaan. Deze vissen geven ons mens meer duidelijkheid over het ontstaan van soorten. Dit was het voor deze week. Volgende week hebben we het over olifanten en waarom ze zo'n lange slurf hebben. Tot dan!